En die had het interview gelezen. Misschien was het pils, Michel, toen niet meer. Hey, kom maar binnen, meneer. Nee? Je neemt er wel een café in. En die zei, ik denk dat jij het wel mooi vindt, gezien jouw interesses en van bandjes en alles. En dat bleek ik ook heel mooi te vinden. En daar stond ik, dat was toen in Engelstalig, en er stond een liedje op Rock'n'Mix. En dat vond ik keimooi, dat was schitterend. En een briefje terug, ze ik ook niet toen met briefjes nog, ja, maar die sms en mail op zonder man. Of ja, misschien, mail misschien, ja, dat weet ik. Maar dat is het niet waar. In ieder geval, briefje terug en blablabla. Later is nog heel mooi een plaat kan nemen, Laarstraat 4x3. Ik denk dat veel mensen die wel kennen, zijn een soort klassieker inmiddels in Brabantstalig genre. Prachtige plaat. Laarstraat 4x3 staat voor het adres van Ruud van der Boogaard. Ik maak het veel toe bij Jan Willemman. Hij woont er nog steeds trouwens, dus als je een keer met u bent, bel me dan, dat vind ik leuk. Maar het mooie in de plaat is, Gerard van Maasakkers heeft een tekst gemaakt op dat Rock'n'Mix en toen heet het in één keer Hasselhoff. Als je zin hebt om die mee te zingen, dan blijf ik wel onderwerp in de kerk. Kijk maar. De radio is stil, hoe dan maar. Ik heb al liedjes opgesproken. Een whiskyglas is een half vol, maar ooit dan een soort jongen. Ooit, als jongen. Als je ooit nog eens terugkomt, en als je ooit een hart van stijgt. Als je ooit terug bij mij komt, moet je weer mijn hart niet meer kwijt. Een nacht op deur is kloppen, omdat ik hem morgen volg. Je weet mijn mooie, dan doe ik alles weer. Ik wil alleen maar hard huilen. Als jongen. Als je ooit nog eens terugkomt. En als je ooit een hart van spijt. Als je ooit terug bij mij komt. Moeten weer mijn hart niet meer kwijt. Moeten weer mijn hart niet meer kwijt. Moeten weer mijn hart nog meer kwijt.